Uiteindelijk moet iedere innovatie leiden tot een betalend verkeer dat geveiliger dan wel gemakkelijker wordt. En wij als Mastercard zien eigenlijk drie grote thema's waar wij op inzetten. Dat is de mobiel, de biometrische authenticatie en de Internet of Things. De mobiel biedt uiteraard de consument en de winkelier heel veel nieuwe mogelijkheden om het betalingsverkeer met allemaal additionele services te doen. Veel meer dan het klassieke stukje plastic. Biometrische authenticatie biedt eigenlijk de mogelijkheid om zonder paswoord of pincode, die mensen altijd weer vergeten omdat er zoveel zijn, om een betaling goed te keuren. En tenslotte heb je natuurlijk de Internet of Things. Je ziet dat steeds meer apparaten verbonden zijn aan het internet. Of het nou een ijskast is of een horloge of een ring. En met die apparaten een betaling kunnen doen, maakt de betaling ook eens een keer gemakkelijker dan wel veiliger. Technologie is altijd al cruciaal geweest voor financiële dienstverlening. Wat nieuw is, door de huidige technologische ontwikkelingen, dat nieuwe kleine partijen ook een grote rol kunnen gaan spelen in de financiële dienstverlening. En dat is denk ik goed voor de hele industrie, want daardoor komt er veel meer innovatie van die nieuwkomers, maar ook van de bestaande partijen die uitgedaagd worden om innovatiever te worden. Dus wij als Mastercard verwelkomen de nieuwe fintechbedrijven. En daar waar mogelijk werken wij samen om onze bestaande producten en diensten te verbeteren, dan wel om nieuwe innovaties in de markt te zetten. Nederland loopt eigenlijk op de meeste vlakken enorm voor. Je hoeft maar 1 kilometer de grens over te gaan naar het oosten en er wordt nog 70-80% met cash betaald. Terwijl wij in Nederland dit jaar een historische grens hebben bereikt, doordat meer dan de helft van de betalingen met een betaalpas plaatsvinden. Je hoeft maar 1 kilometer naar de zuiden over de grens te gaan en je kan die contactloze pas niet of nauwelijks gebruiken. En daarnaast, je hoeft maar ergens in de wereld halver naartoe te vliegen en het internet wordt daar veel minder gebruikt om zaken te kopen. Dus of het nou op het gebied van cash versus elektronisch betalen, of het nou op contactloos gebied of internet betalen, Nederland loopt heel veel voor. En dat komt eigenlijk doordat alle partijen in de keten zijn, of dat nou banken zijn, winkeliers of partijen als Mastercard, bereid zijn om met z'n allen samen te werken aan die veiligheid en die efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. En dat doen we vaak op internationale standaarden. En dat is goed, want daarmee kan je als keten focussen op datgene wat daadwerkelijk het verschil maakt voor de klant. Dus Nederland loopt ver voorop. Die voorsprong is een momentopname. En je moet eigenlijk altijd het hardste werken om voorop te blijven. Dus toekomst betalingsverkeer is een perfect bijeenkomst voor alle partijen uit het betalingsverkeer om te zorgen dat Nederland die voorsprong houdt.